kan hem ook terug tevoorschijn halen, kijk. Hè. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Julie en onlangs zat ik op mijn werk in de studiezaal en kwam er een leerling naar mij. Hé mevrouw, ik heb uw YouTube-kanaal gezien. Weet je wat leuk zal zijn? Een video over uw magietrucjes. Want als ik in de studiezaal zit en de leerlingen willen een spel kaarten, dan doe ik daar regelmatig wel een goocheltrucje mee. En ja, dat vinden ze geweldig. Dus ze zeiden van, maak eens een video over uw goocheltrucjes. Dus dat ga ik vandaag doen. Maar niet alleen over mijn kaarttrucken. Alleen mijn kaarttrucken. Niet alleen over kaarttrucken. Maar ook met andere voorwerpen. En we gaan beginnen met een muntje. Nu, dat is waarschijnlijk een truc die heel veel mensen al kennen. Maar voor diegenen die hem nog niet kennen... Here we go. Blazen. Doei! Maar waar is hij dan wel? Kijk goed. Hier is de munt. En deze truc wil ik jullie gerust wel uitleggen. Voor diegenen die hem nog niet kenden. Ik zeg het, ik vermoed dat heel veel mensen deze truc wel al kennen. Dus er komen nog spectaculairdere trucs aan. Maar deze truc, hoe werkt het? Kijk, je hebt een muntje. Je doet gewoon alsof dat je hem neemt. Maar ondertussen laat je het los. Wacht, ik kijk even naar daar, dat ik mijn handelingen zie. Dus je doet zo. Ja, eigenlijk moet je gewoon doen geloven dat je hem neemt. Maar je laat hem eigenlijk los in deze hand. Dan heb je deze. En hij ligt hier. Snap je? Uppa. Dat is een handeling die je wel moet oefenen, omdat je het redelijk vlot moet kunnen doen. Uppa, up. Dus ja, veel oefenen zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Dus ja, daar moeten jullie wel op oefenen. Maar goed, dat was de truc met de munt. Als je hem nog niet kende, alsjeblieft. Als je hem wel kende, er komen betere trucs aan. We zullen beginnen met een kaarttruc. Een van mijn persoonlijke favorieten. We mengen dus het spelletje kaarten. Zo. En dan is het aan jullie eigenlijk om stop te zeggen. Nu, ik heb hier niemand die stop kan zeggen, dus ik ga zelf stop zeggen. Maar ik ga mijn ogen dicht doen. En random stop zeggen, zodat er zeker geen bedrog in het spel is, ja? Stop! Voilà. Dit is jullie kaart. Bekijk hem goed. Voilà. Ik ga hem terugleggen. En ik ga heel veel mengen. Ik ga zo hard mengen als ik kan. Normaal mag de thee... Allee, normaal mag de andere persoon mengen. Maar ja, ik ben hier alleen. I'm so low. Ach ja, dat is geen probleem. Dus voilà, de kaarten zijn goed gemengd, denk ik. En nu ga ik op zoek gaan naar mijn kaart. Allee, naar jullie kaart eigenlijk. Ik ben aan het denken. Ik zie hier al heel veel harten. Harten zijn fijn. Harten is teken van de liefde. Ook zomer, hartje zomer. Dus ik vermoed dat het een harten zal zijn. En ja, weet je, mijn lievelingsgetal, ik weet niet of er veel mensen dat weten, maar mijn lievelingsgetal is 7. Dus volgens mij is jullie kaart... Harte 7. Ik was juist, hè. Ja. Ja, ik ben er zeker van dat ik juist ben. Als ik fout ben, laat het achter in de comments. Maar ik denk het niet. Ik ben juist. Dit was een van de kaarttrucken. Als je hem al kent, super. Als je hem nog niet kent, wel, dan hoop ik dat ik u van uw stoel heb doen blazen. Dan gaan we naar de volgende truc. Dat is een, ja, een speciale truc. Ik heb een rood doekje. Niks in de hand, gewoon een rood doekje. Voilà. Dat was de truc met de rode doek. Spectaculair, hè? Zal ik die truc uitleggen? Als jullie willen dat ik alle trucken van vandaag eens volledig uitleg, laat het achter in de comments. En wie weet in een volgende video, een tutorial video over mijn goocheltrucjes. Maar het is toch niet gedaan? Goed, ik neem hier even een tandenstoker bij de hand. Ik ga mijn mouwen oprollen. Voilà. Een tandenstoker. Iedereen ziet het al. Ah, voilà, voor het groen beeld. Iedereen ziet de tandenstoker, ja? We gaan zo doen. De tandenstoker is weg. Maar als je goed kijkt, hè, mijn elleboog. Maar ik kan hem ook terug doen verdwijnen. Ik
kan hem ook terug tevoorschijn halen. Kijken. Dat is de truc met de tandenstoker. Ook een heel fijne truc, vind ik. Ik had hem ooit op mijn Facebookpagina gedaan en daar was hij ook echt supergoed gelukt. Ik ga het jullie gewoon even laten zien. Ik kan het over. Kijk, hè. Maar nu, kijk, hè. Tadaa. Voilà, en nu is mijn truc opnieuw gelukt. Denk ik. Ik weet niet of jullie weten hoe ik het gedaan heb. Ik zeg het, als jullie mijn trucjes willen weten, laat het achter in de comments. En wie weet maak ik er wel eens een tutorial video over. Ik heb ook nog een andere zeer leuke kaarttruc, maar die kan ik niet alleen. Daar heb ik iemand nodig die mij zegt, ik wil die kaart en ik wil dat en dat. Dus die kan ik nu even niet uitvoeren, helaas. Maar ik heb wel nog een ander trucje. Ik heb die ooit al eens in mijn vlogs gedaan. Ik ga hem nog eens doen voor degenen die het niet gezien hebben. En ja, misschien kennen jullie het trucje, misschien niet, maar ik wil hem toch doen, want ik vind hem echt supergoed. Neem een getal in jullie hoofd. Maakt niet uit, van 0 tot 1 miljard miljoen, maakt niet uit, maar onthoud dat getal goed, want dat is uw begingetal. Dus neem een getal in je hoofd. Oké, volgende stap. Doe dat getal plus 5. Doe dat getal nog eens plus 5. Dan doe je dat min 4. En als laatste doe je daar nog eens eentje bij. Oké. Okay. En dan doe je dit getal nu, dus wat je nu hebt, min jouw begingetal. Dus het volledige cijfer dat je nu in je hoofd hebt, doe je nog eens min jouw eerste cijfer, jouw begingetal. En als je goed gerekend hebt, is de uitkomst, zoals ik daar straks al zei, mijn lievelingsgetal, 7. Nu, als je iets anders hebt, heb je waarschijnlijk verkeerd gerekend. Als je het wel hebt, laat het achter in de comments. Ik ben benieuwd bij hoeveel mensen het wel gelukt is. Nu, als je denkt, je komt altijd het getal 7 uit, dat is niet waar. Ik wil gerust de truc nog eens doen. Neem een getal, uw begingetal. Doe dat plus 7. Plus 5. Min 2. Min 1. Min uw begingetal. Is 9. Je komt dus niet altijd op 7 uit of op 9. Je komt ja, elke keer iets anders uit. Dus ik zeg het, laat het achter in de comments als ik jouw getal juist had. En ja, als je een tutorial wilt over hoe ik deze goocheltrucjes heb gedaan, wel, laat het achter. En wie weet komt er een tutorial over deze magietrucjes. Dit was de video voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken alleszins. Vergeet vooral nu een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.